een prachtige dag. De zon die schijnt. En niemand stopt mij nu. Oh ja. Hoi. Volgende aflevering alweer. Ik ga echt serieus even overal kijken of er niemand ingelogd is. Want als er weer mensen zijn hier, dan schrik ik me weer helemaal kapot. En volgens mij is er helemaal niemand. Dus, we doen een aflevering in mijn eentje. Oh, ik heb Full Armor gevonden in de vorige aflevering. Dat is natuurlijk supergoed nieuws. Wat we dan wel even gaan doen is dit even wegdoen. Dat hebben we niet nodig. En we hebben ook niet zoveel pickaxes nodig. Bij eentje hebben we gewoon genoeg aan. Hier, de wol mag ook weg. Deze houden we wel. Strings ook niet nodig. Wat ik eigenlijk nog nodig heb zijn fakkels. Dus dan nemen we een paar van mee. Oh, iron. Hebben we nog stokjes? Ja, we hebben nog stokjes. Super. Dan gaan wij gelijk verder met het volgende onderdeel. En het volgende onderdeel heb ik geen flauw idee wat ik precies moet gaan doen. Ik kan natuurlijk nog een keer naar die grot hier beneden. Alleen dat is een klein beetje leem. Ik zag de vorige keer dat ik een jungle gevonden had. Nou, gevonden. Ik zag hem in de verte. En ik was gewoon te lui om er naartoe te gaan. Dus dan lopen we dan. Holy fuck! Kom hier vandaan. Ja? Oh? En wat vind je moeder ervan? Hm? Oh? Ja, nou, dat wist ik toch niet? Ja. Sorry hoor. Oké. Okay. Nou, later dan. Jezus. Man, wat? Hoe daar? Zeg, ben jij soms met het verkeerde... met een van je acht benen uit bed gestapt? Ah, fuck jou, ga toch dood! Oké. Ik hou niet van zagrijnige spinnen. Als je ergens een hekel aan hebt, dan is het wel spinnen die gewoon fucking zagrijnig zijn. Ik zet even de microfoon wat dichterbij. Hoppakee. En hier is de jungle. Met een gewoon loofbos ervoor. Vet. En... de vraag is dan, is er ook een jungle tempel? We gaan kijken. We gaan kijken. Jungle Temple. Jungle Temple. Nee, oeh, wel heel veel eten. Ik heb genoeg eten. Wat doe ik? Sneeuw! Bam! We gaan Virion opzoeken. Waar is Virion? Virion? Maar kijk eens, gewoon een jungle wat aan sneeuw ligt. Dat is toch fucking razig. Voor mij heb ik hier zelfs... Maar is het zelfs zo erg dat er sneeuw op... Nee. Oh, net niet. Oké, dat hebben ze goed gedaan. We gaan een stukje de jungle in, omdat het avontuurlijk is. En natuurlijk hoop ik op een jungle tempel te vinden. Want ik zat er te denken, je kan natuurlijk helemaal de grond in gaan en zo snel mogelijk diamonds vinden. Ah, het is toch veel leuker om het gewoon in tempels te vinden en zo. Ja toch? Even kijken. Helemaal niks. Ik zie daar wel jungle hills. Dat is dan misschien weer net even wat minder tof. Want dat betekent... dat ik daar enorm moet gaan klimmen. Kijk, dat zit daar ergens. Hallo, witte kipjes. Ik laat jullie in leven, want ik ben in een goede bui en ik heb heel veel eten al. Mijn god, lopen door de jungle gaat echt zo traag. Je zal op Kingdom maar een jungle biome hebben. Dan baal je. Terels. Oké. Okay. Zo. Man, het gaat langzaam. Hebben we al iets gevonden? Helemaal niks. Helemaal geen jungle temple. Fucking hell, man. Oh. Hallo. Interesting. Oké. Nou, ik kom hier een andere keer wel even terug. Als ik wat meer gemotiveerd ben hiervoor waarschijnlijk. Want ik heb nou echt zoiets van... Waarom knipper de 9? En de 8? Waarom knipperen ze? Wauw. Zie je dat? Mijn vlees knippert. Is het soms zeer speciaal vlees of zo? Ik doe hem wel weg. Oké. Nee, we gaan gewoon weer terug en we gaan verder bouwen. Ik moet nog even wat gaan minen. Ik zit te denken om mijn mijn gewoon wel in dat ene dingetje te gaan maken. Ondanks dat het leem is om erheen te gaan, want ik kan nu nog niet zoveel. Vind ik het wel een goed plan om het te gaan gebruiken voor in ieder geval stone en zo.
Ga ik goed? Maar wel. Wat we ook nog handig hebben is een beetje hout. Ja. Want ik zag dat mijn voorraad hout alweer op was. Het gaat echt veel te snel in huizen Harms. We zullen altijd hout nodig hebben. Hout is eigenlijk een beetje de basis van... Word ik nou een paard? Er zijn nog helemaal geen paarden. Oh, je bent een koe. Ik wil zeggen, paarden die komen pas volgende week, jongen. Oh, sorry. Sorry. Oké. Okay. Ook geregeld. En dan gaan we slaan. Neem een beetje hout mee. Ondanks dat ik voor mijn eigen huis ook nog heel veel hout heb. Maar dat is een beetje het idee van dat ik dat liever niet voor mijn eigen huis weghaal. Want dat haalt het aanzicht zo weg. Snap je? De view. Dat is natuurlijk zonde. Oké, okay, deze kant op is mijn huis volgens mij. Ja, daar is mijn prachtige cave. Hoe heet dat? Een ravijn, toch? Een ravijn. Dit is dan een Cassidy. Dat is een gat in de grond. Dat is kut. Er zit een gat in je grond. Beter dan grond in je gat. Ja. Oké. Okay. Volgens mij hadden wij hier dus al een keer... Weet je wat ik doe? Ik ga een trap maken. Want als ik nou de volgende keer bezoekers krijg... Dan kunnen we zeg maar in één keer... Of had ik hier al een trap? Nee. Dit lijkt niet eens op een trap. Ik ga een shovel halen. En dan ga ik een trap maken. Zodat het een beetje mooi eruit ziet. De vraag is, ga ik die trap maken van hout? Dan een beetje waste. Maar we doen het gewoon. Oeh, wat maakt het uit? Oh ja, een shovel. Waar? Huh? Godverdomme, iemand is weer uitgelogd met een shovel. Dat is gewoon kut. Oké, okay, nee, die niet. Deze. Hop, hop, bam, 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 bam. Hop. Zo. Oh, we hadden geen stones meer. Meen je deze? Hè? Wat vervelend. Nou, dan moet ik een ijzeren maken. Zo, eentje. Hebben we genoeg aan. Oké, okay, we maken dus een shovel. En wij graven een weg naar beneden. Oh ja, ook nog even trappetjes maken. Oh, er worden niet veel trappetjes, of wel? Ik denk dat het wel lukt. En de deur gaat dicht. Oké. Okay. Een trap. Kijk, zie je dat deze boom niet weg is? Dat is gewoon mooi, want daardoor heb je een mooi uitzicht. Slim. Heel slim. Dat geeft jullie ook nog wat leuks om naar te kijken. Oké, okay, we beginnen met de trap. Hier. Zo, dit is het begin van de trap. Alles kan weg. Prachtig. Dan hebben we stairs en een ijzeren deur. Wat de hel. Oh, die heb ik natuurlijk in die stronghold gevonden. Zo. Dan markeren wij... Wat? Wij markeren eventjes dat hier het begin van de trap is. Wacht even hoor. Zo. Nee! Oh, fuck. Ik doe met de verkeerde. Sorry. Zo. En dan komt hier om. Paal en fakkels. Dan kun je eigenlijk altijd zien van, oh, daar is het begin van de trap. Mooi. We gaan verder. We ain't got time for this. Nou, dit is dan toevallig wel. Het kost nu even tijd. Maar, hallo. Oeps. Dat klonk gewoon pijnlijk. Van wat er met die koe gebeurde. Oké, okay, geen idee hoe we dit verder gaan doen, maar dit is nu eventjes tijdsrovend. En straks gaat je dit heel veel tijd besparen voor al die keren dat je naar beneden moet. Hoe lossen wij dit op? Spring! Hou.
Zo. 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 Ja. Ik heb nou gewoon al het idee dat dit een hele goede beslissing was voor mij. Om dit te gaan maken. Wat vinden jullie ervan? Vinden jullie het ook zo slim? Hey. What the hell, bro? Gewoon... Hey, vlees! Kom hier! Oh. Oh, botten. Botten? Sinds wanneer droppen koeien botten? Ik weet dat koeien botten hebben, maar sinds wanneer droppen ze die? Dat is nieuw. En dan doen we hier een sfeerverlichting. Zo. En... Oh, we zijn er al bijna. Doe dat, waarom kan hij niet... Oh. Oké, dit is vervelend. Zo. Jongen, dat water, ik word er helemaal gek van. Ga weg. Hebben we nog dirt? Ja, we hebben heel veel dirt. We hebben heel veel derp. Oh, kut. Ah! Nee! Oh, ik slok me kapot. Jezus. Gewoon, als je er eentje ziet, gewoon gaan rennen, dan komt altijd goed. Ik was trouwens bezig met dit. Dicht te maken. Wat totaal niet lukt. Oh, Jezus. Oké. En daarin en daarin en daarin. En daarin en daarin en daarin en daarin en daarin. En daarheen en... Jezus. Oh, ik heb geen dirt meer. Deze. Goeie. Dankjewel. Wat heb ik nou de poort opengezet voor de creepers? Nee, toch? Huh. Ja. Rust. Heerlijk. Nou kan creepermans als het goed is... ook met te komen. Waar zit hij? Hallo? Hoe daar? Ho, ho. Oké. Dan gaan we weer normale view. Bam, 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 bam. Hey! Dankjewel voor het opruimen hier. Wat tof van jou. Was gewoon stiekem al die tijd gewoon de bedoeling. Oké, dit ziet er echt zo lomp lelijk uit. Trappetje afmaken. Ah ja, in plaats van wat ik net allemaal deed, kon ik ook gewoon dit doen. Werkt prima. Zo. Kan dit ook allemaal weer weg. Zo'n rare koker is toch heel raar en lelijk. Oké, weet je hoe ze dit noemen met een mooi woord? Deze trap wat ik gemaakt heb. Dit heet... accessibility. Ik kan nou heen waar ik wil. Hier, ik maak het zelfs voor het oog even... mooi. Jongens, ik heb accessibility gecreëerd. Ik kan nou... naar boven en naar beneden. Wanneer ik wil, als het mij zint... Jongen, wat zit je te zeuren? Holy shit. Ik zit elke keer in die manticore scene nog. Dat ik denk van... Hij rent op me af en zo. Maar dat is niet zo. Die zombies hier zijn gewoon kapot leem. Damn. Hey, je bent kapot leem. Bam. Kapot leem. Wat ik doe? Ik sla gewoon met een fuck. Ga je er tegen doen dan? Deze slijt niet. Nee. Oké, die beesten. Die zijn wel verrot. Maar ik wil ze hebben voor de... arrows en de boats. En dodge. Ha, bam, bam, bam. En dodge. Nee, wat? Ik heb een dodge runes aan, jongen. Checks. Pantheon. Nou, dat ging goed. Ik heb pijlen. Ja, ik heb pijlen. Dan, wou ik zeggen, mijn avontuur naar de jungle is mislukt. Ik kon niks vinden. Ik heb ook niet echt gezocht. Moet ik heel eerlijk toegeven, hoor. Maar, wow. Waar? 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 Waar?
Op het dak? Oh, jij vieze, vuile, vuile. Wat doet hij op mijn dak? Is dat niet... Ik zal even lampjes toevoegen zo. Andere kant ook. Is wel net zo leuk. En dan wordt het hoog tijd dat ik binnenkort iets van glas ga maken. Want het is nou een beetje een skeer... skeerhuisje. En dat wil ik niet. Nou, dit was alweer de aflevering. Ik heb een trap gemaakt voor accessibility. Ik ben in de jungle geweest waar ik helemaal geen shit gevonden heb. Wil jij nou de volgende keer meedoen? Je hebt al een paar mensen gezien die mee gingen doen. Die rechtstreeks op mijn eigen Skype kwamen. Maar wil je nou ook meedoen? Laat gewoon even je Skype achter. En heel misschien kies ik jou uit. En gaan we samen een aflevering doen. Tof hè? Beetje Team Survival. Zo heet het ook eigenlijk. Dus Team Survival. Road to the End. Team Survival Road to the End. Met David en... Vraagteken. Dat was hem alweer jongens. Dank voor het kijken. Doe even een like als jij dit leuk vindt en vaker wil. Abonneer op dus David Games. Doe ook even je favorieten. Heel belangrijk. Heel belangrijk. En tot de volgende keer. Doeg.